Hoi, ik ben Sander Schmid, Gekko Customs. Dit is mijn GS, Crooked Mule. Hij heet Crooked Mule, omdat toen ik hem verkocht, was alles scheef en krom. Dat was een beetje een tegenvaller. Ik dacht dat wel even in een halfjaartje te fixen. Het werd uiteindelijk 3 jaar volledig uit de hand gelopen. Dit is een Fairbanks Morse magneetontsteking van een Mercury buitenboordmotor uit de jaren 60. Heb ik door middel van riempjes en een tussenas aangesloten op de originele as die de oude ontsteking aandreef. Waarom? Ja, gewoon leuk om te maken, omdat het kan. Deze tank heb ik zelf gemaakt. Ik had nog nooit een benzinetank gemaakt, dus dat wilde ik wel eens proberen met mijn Engels wiel en hamertjes en lasapparaatjes en dergelijke. Er zit misschien wat meer plamuur op als bij een ervaren tankbouwer, maar goed, hij is toch mooi geworden. Het is helemaal asymmetrisch. Deze kant zit de ribben, deze kant is helemaal glad. Ruimte gehouden voor de paintwork, zelf gedraaide benzinedop. Oké, vertel ik even wat over het spuitwerk. Het is een basis van paintwhiffer, grote metal flake. Het zijn echt ontzettend grote flakes. De kleurtjes is house of color. Met bladgoud, handgeschilderde letters. En het allergrappigste is natuurlijk de golf van Hokusai. In de tattoo wereld wel bekend. Het is een oud iconisch Japans beeld. Zoek het maar eens op, The Great Wave of Kanagawa. Daar heb je het.